Ja, goedemiddag allemaal. Spannende wedstrijd. Ik heb er zin in. Ja, en ja, we hebben eerst nog een filmpje. Wat eigenlijk gisteren online gekomen, maar door de omstandigheden ja, is het even niet zo. Ik zal even het filmpje laten zien en dan zijn we zo weer terug. Goedemiddag Unitassers, welkom bij de voorbeschouwing voor de halve finale van zaterdag. Hierin gaan Max en Floris tegen elkaar spelen, maar we hebben ze al voorgesteld natuurlijk in het andere filmpje. Maar jongens, stel jezelf nog even een keer voor. Maar wij horen het filmpje nou. Ik ben Max Peters. Ik doe mee omdat ik in deze tijd toch niet zoveel te doen heb. En ik zie dat hij hieronder wel geluid heeft. FIFA leuk vindt om te doen. Ik ben Floris, ik zit in onder 15-3. En ik doe mee aan het quarantaine toernooi omdat ik... het leek me leuk om mee te doen. En ik had gehoord dat je ook een PSV te nu kon winnen, dus ja, dat is alleen maar mooi. Oké, leuk jongens. En Max, waarom speel je met Barcelona dit toernooi? Ik speel met Barça omdat ik het in het echt een mooie club vind, waar Messi natuurlijk speelt. En dat is mijn favoriete speler. En op FIFA vind ik het ook fijn om mee te spelen. Ja, het is ook zeker een heel fijn team in deze FIFA natuurlijk. En Floris, waarom heb jij voor Liverpool gekozen? Ja, ik speel met Liverpool omdat ik, ja, naar mijn mening is Liverpool gewoon de beste club op FIFA. Niet omdat ik Liverpool voor Liverpool ben of zo. Maar ja, ik speel FIFA toernooi, dus dan pak ik gewoon het beste FIFA team. Ja, ik vind Liverpool natuurlijk een verstandige keuze. Echt een perfect team. Niet dat ik voor Liverpool ben of zo hoor. En Max, wat verwacht jij van de wedstrijd tegen Floris? Ik verwacht een lastige wedstrijd, want... ik heb gehoord van een vriend van mij dat Floris aardig een potje FIFA kan spelen. Dus het gaat spannend worden. En ik heb er heel veel zin in. Ja, Max, zoiets heb ik ook vernomen van mijn broertje. Die vond het geen hele leuke pot tegen Floris. Maar ja, we gaan het zien zaterdag. En wat verwacht jij ervan, Floris? Ja, de wedstrijd tegen Max. Ik heb er zin in. We gaan wel zien wat er gaat gebeuren. Ik heb natuurlijk wel gewoon vertrouwen in mezelf. Ja, en ik zou zeggen dat ik wel gewoon de winst eruit kan halen. Dat klinkt goed, Floris. Max, wat ga jij op je shirtje zetten als jij het toernooi wint? Als ik het toernooi win, ga ik denk ik gewoon mijn eigen naam en mijn eigen rugnummer op t-shirt zetten. Ja, als ik ze had gewonnen, had ik denk ik ook mijn eigen naam erop gezet. En Floris, wat zou jij erop zetten? Als ik het quarantaine toernooi win, dan ga ik achterop het shirt mooie taren zetten. Want ik vind dat op dit moment een van de beste spelers van PSV. Ik vind ook dat hij zeker heel veel talent heeft. En ja, ik vind het een goede speler. Mooie Taren is ook zeker een goede speler. Dus mensen, morgen om 14:00 is deze wedstrijd live te zien op ons YouTube kanaal. Zorg dat je hem niet mist, dit is de halve finale. Dus de winnaar hiervan staat natuurlijk in de finale. En de verliezer staat in de troostfinale. Wees erbij, morgen 14:00. Yes. Dat was het voorbeschouwingsfilmpje. De interview, zeg maar. Dus we weten nou waar ze allebei op een shirtje gaan zetten als ze de finale gaan winnen. En ja, we hebben ook nog een beetje cijfers en zo van eerdere potjes. En daarin zien we dat in totaal heeft Max Peters 45 keer gescoord met maar 13 doelpunten tegen. En Floris 42 keer gescoord met 12 doelpunten tegen. Dus het ligt niet ver van elkaar af. Ze liggen lekker dicht bij elkaar, het scheelt 3 doelpunten, maar ja, we gaan het zien vandaag. Ze hebben allebei ook een wedstrijd ertussen zitten waar ze een gigantische uithaal hebben gedaan, waar ze niet wisten hoe ze moesten stoppen met scoren. Ja, in de poolfase won Max Peters met 11-0 en Floris heeft in de poolfase een pot met 15-1 gewonnen. Dus ja, er zijn flinke uitslagen. Dat zijn zeker flinke uitslagen. Maar we zitten inmiddels ook bij de halve finalisten. Dit is echt de crème de la crème van de Unitas FIFA spelers die we hier dadelijk te zien krijgen. En één ervan gaat door naar de finale. Eén ervan die gaat spelen tegen de winnaar van morgen. Die wedstrijd is hier ook live te zien om 14:00. Dat is Krijn tegen Robin. Ja. Liverpool tegen Frankrijk. Ook een spannende wedstrijd. Ook daar heb ik zin in. En dan gaan we zoetjes aan ons opmaken volgende week voor de finale. Ja, en het ook wel leuk om te vertellen is, Floris is dus eerst geworden in Pool B.
En uit pool B komt ook Krijn Liefding. Die is daar tweede geworden in de pool. Dus ze hebben al een keer tegen elkaar gespeeld. Dus als die in de finale komen, hebben we al iets om op te analyseren, zeg maar. In die potjes heeft Floris één keer met 3-0 gewonnen en Krijn één keer met 1-0. Dus uit die potjes zou je halen dat Floris de betere zou zijn. Maar ja, ieder potje maar, anders. Maar aan de andere kant is wel, de finale is maar één wedstrijd. Dat is zeker waar. Eén wedstrijd waar alles moet vallen. Eén wedstrijd ja. Die eindigt misschien met penalties. Ja, dat is zeker waar. Dus in die hoofde staan ze allebei gelijk. Ze hebben allebei één keer van elkaar gewonnen. Maar goed, zover is het ook nog niet. Ze moeten eerst maar zien af te rekenen met andere toppers. Want je komt hier niet zomaar doordat je geluk hebt met een loting. En ook nog het grappige trouwens aan de poolfases. Max Peters is dus eerst gewoon in pool 1. Maar als je kijkt naar het doelsaldo van die poolfases, zijn ze allebei eruit gekomen met 27 tegen 5. Dus ja, daar hebben ze mooi gelijk gehouden samen. Ja, wat dat betreft is dit, hoe verder je komt in een toernooi, hoe kleiner de marges worden. Ja. En daarom, ja, ja. Ik ben echt heel benieuwd naar deze en ook morgen de wedstrijd. Wat je zegt klopt zeker, want als je kijkt naar Max Peters, een stijgertje, die is echt met een doelpuntverschil doorgaan met een extra wedstrijd. Maar ja, Floris is met een 6-3 doorgegaan. Ja, een totale van 8-5, dus dan zitten er toch wel 3 doelpunten verschil in. Dat klopt, want die heeft in een voorgaande ronde, had hij er weer meer moeite mee, hè? Ja, in de laatste 32 had Floris er weer meer moeite mee, ja. Ja, inderdaad. Dus het zit heel dicht bij elkaar soms. Ja, zeker. Dus ja, als ze vandaag weer gaan scoren, krijgen we een 8-8, denk ik. We gaan het zien. Ja, helemaal waar. Ja. Goed, we gaan bijna overschakelen naar de wedstrijd. Voorafgaand aan de wedstrijd, goed, we weten allemaal wat er is gebeurd. Gisteren een hele trieste dag geweest voor Unitas en ook voor vele Unitassers. Nee, goed, ik weet dat broer nooit heeft gewild dat er iets van Unitas ging stoppen. Dus we hebben ervoor gekozen deze wedstrijden door te laten gaan. Maar we willen er wel heel graag even bij stilstaan. Dus voor de wedstrijd hebben we toch heel even een minuut stilte voordat we gaan beginnen. Ook vandaag, ik was bij Unitas, het is een hele rare sfeer, hè? Iedereen heeft het erover, mensen willen hun eigen verhaal vertellen. Er is wel echt een gigantische grootheid heen gegaan die heel veel voor Unitas heeft betekend. Ja, zeker. Ik heb ook veel mooie verhalen al voorbij zien komen op Facebook en Instagram en zo. Ja, het is apart zo. Ja, waarbij ik één ding wil benoemen en dat is het verhaal van Tijmen. Tijmen heeft een verhaal gepost, echt fantastisch. Die heeft een verhaal gepost met anekdotes en iedereen die Unitasser is herkent die verhalen, die anekdotes. Iedereen weet hoe broer was, hoe broer dat kon omschrijven of hoe broer kon reageren. Dat is echt een fantastisch verhaal. Mocht jullie dat nog niet hebben gelezen, zou ik dat zeker aanraden om het heel even te zoeken op de Facebookpagina. Zeker. Ja, ik werd er ook even stil van toen ik dat stuk las. Ja, sommige dingen, je herkent het gewoon meteen en ja, groot verlies voor de club. Ja, zeer zeker. We hebben nog een minuut over. Ja. Staan ze al klaar? Wat zeg je? Klaar? Ja, valt bij mij weg. Zijn de teams klaar? Ja, ze staan al klaar, zie ik. Oké, nou dan zullen we die minuut stilte houden zodra de klok 2 uur slaat. Yes.
Ja, dat was een hele stille minuut. Op de live YouTube. Ja. Ja. Oké, okay. Nou dan kunnen we denk ik overschakelen naar de wedstrijd. Kunnen we toch beginnen? Ja, dan gaan we meteen overschakelen. Ze staan er klaar voor. Dus tijdje 1971, oftewel Max Peters tegen Floris 040, Floris Somers. Ze staan klaar. Wij zijn klaar. Dus we kunnen gaan beginnen. Terwijl we zien dat Max Peters hier even gaat intrappen met Semedo. Of hij blijft stilstaan. Ja, dan maakt het misschien niet heel veel uit. Ja, ik ben benieuwd wat we gaan zien dit potje. Dus we wensen elkaar beide succes via WhatsApp, zie ik. Ja, inderdaad, dat is op zich nog wel sportief. Yes. Ja, we gaan zien of het sportief gaat blijven qua kaarten. En, ja, het zijn los. Nou, ja, ja, zijn los, ja. Barcelona die mocht aftrappen, dus meteen aan de bal is. Ja, het wordt denk ik eerst rustig rondtikken, kijken of er ergens een opening gaat vallen. En als het kan, slaan ze toe, denk ik. Ja, veel respect voor elkaar, dat zie je meteen. Ja, er wordt nog niet gehad. Nee. Het is echt afwachten dit, wat de tegenstander. Afwachten, bal erin houden. Ja, eerlijk gezegd, als ik in de halve finale had gestaan, denk ik dat ik ook rustig op balbezit was gaan spelen. En dan komt het kansje van eigen, geen risico's nemen. Ja, dat is waar, maar er komt een moment, hè. Er zijn altijd momenten. Ja, ja, ja. Als je tegenkrijgt, dan moet je risico's gaan nemen, dat sowieso. Maar ja, je merkt wel dat het ergens om gaat op het moment. Terwijl Liverpool ja, hier de bal voor het eerst heeft overgenomen, en Wijnaldum aan de bal hier. En die is niet zo van het temporiseren, die gaat meteen naar voren. Ja, ja, dan verlies je hem wel wat sneller en kan Barça hem weer overnemen. Terwijl Maxi hier zijn rechter joystick al een aantal keer gevonden heeft, qua draaien en scharen. Ja, ja. Hier weer een pirouetje van hem, kapbeweging. Hij kan het allemaal, dus ja, dan wordt genieten van de kunstjes. Hij gaat naar voren verder. Ja, randje 16 zitten we nu. Kijken of er een voorzet kan gegeven worden. Het is heel erg zoeken, zie je. Aan de kant van Max. Ja, maar goed, hij heeft ook niet de mensen de tegenstander tegen. Ja, we spelen ook weer twee potjes hier in de halve finales. Dus ja, hierna volgt het tweede potje natuurlijk. Zeer zeker. Maar we zullen eens kijken hoe deze eerste af gaat lopen, denk ik. Dit is, ja. Nou, we zijn in een 16 meter gebied geweest, zien we. Ja. Voor het ja, wat dat betreft, ja, dat is natuurlijk als je twee van dit soort kaliber spelers tegen elkaar hebt, dan zijn de kansen meestal ook schaars. De kansen die je dan gaat krijgen, die moeten er dan ook wel echt in. Ja, ik ben benieuwd of ze ook allebei warm gespeeld zullen hebben, of niet? Ja, ik denk het wel. Ja, het is echt zoeken naar een opening. En, je ziet dat Floris er ook echt niet gaat lopen happen. Het is meer achteruit lopen dan... ja, ze laten de computer ook veel werk doen. Ja, maar dat mag ook af en toe. Hè. Dat mag zeker. Sowieso, ze staan in een halve finale, dus ze hebben er meer verstand van dan wij. Mané. Daar is de eerste kans dan. Dit zijn de eerste kansen, ja. En een flinke. Weinig balbezit, maar als hij eruit komt, doet hij het wel mooi. Mooie draai weer en... ja, je ziet wel dat Floris speelt met flink wat diepgang. Je zag net meteen al dat Salah de diepte in sprint als hij die bal had afgegeven. Ja, dit is toch een beetje het fenomeen van een Spaanse ploeg tegen een Italiaanse ploeg, hè? Qua speltype bedoel ik. Ja. Ja, en normaal gesproken is het zo dat degene die met dat balbezit maar weinig kansen afdwingt, Die legt het dan af tegen iemand die alleen maar die goal zoekt. Ja, ja, als je stevig kan counteren, en zeker met een ploeg als Liverpool, moet je dat ook doen. Want, ja, zeer zeker wel. Ik denk dat Liverpool is in deze FIFA echt de perfecte pick voor zo'n toernooi. Want het is gewoon verdedigend zo sterk en de vleugels achterin zijn gewoon snel. Ja, helemaal met is het ook snel. En dan heb je ook gewoon een stevig middenveld staan. Dus het is... voor deze FIFA perfect, want het gaat hier vooral om fysieke spelers en snelle spelers.
Ja, zeer zeker waar. Echter is het ook wel zo, op de manier zoals Barcelona hier zich presenteert, heeft Barcelona natuurlijk een mooie ploeg, hè. Ja. We hebben altijd Messi, Suarez, ja, er zijn toch spelers die scoren heel makkelijk, die kunnen alles. En ze zijn heel goed in het spel. Dat was de eerste kans van Barcelona. Ja, inderdaad. Ik dacht ook al dat hij erin zat. Maar een goede keeper ook. Hoort ook bij de verdediging, telt gewoon mee. Allebei een goede keeper. Ja, zeer zeker waar. Ja. Zeer zeker. Lekker in Ter Stegen. Ja. Het is ook met die Van Dijk achterin in FIFA, jongen, dat is gewoon een stofzuiger. Je hoeft maar in de buurt te komen met die bal aan de voeten en je bent de bal kwijt. Ja, maar hij mag nou wel tegen Messi. Ja. En dat is ook iemand met. En Suarez. Er zijn toch mensen die hier iets extra's kunnen toevoegen. Hè? Ik heb zelf vaak, als ik tegen Liverpool speel, ik ben een beetje een pingelaar volgens mij. Maar als ik probeer te pingelen tegen Liverpool, dan verlies ik die bal altijd. Dus het was voor mij meer scoren uit de counter als Van Dijk nog voorin stond voor een kopbal. Dan was het heel snel naar voren. Maar ja, we gaan zien hoe dat nou opgelost gaat worden. Ja, wat wel trouwens, heel eventjes de aanval afwachten voordat ik mijn verhaal begin. Oh, dat is buitenspel, ja. Wat ik wou zeggen, toen ik het spelveld voor het eerst zag ik heel veel Paris Saint-Germain's. Ja, en veel Liverpool. Toen ben ik best wel veel tijd bezig geweest om te kijken hoe ik Paris Saint-Germain het beste kon bestrijden. Toen had ik eenmaal die manier gevonden. En als ik nou kijk, er is geen enkele Paris Saint-Germain meer in het spel. Nee, maar ik denk ook als je met Paris speelt tegen Liverpool, dan ga je met Liverpool meestal gewoon winnen. Want zo sterk verdedigend is Paris niet. En je hebt gewoon met Liverpool zoveel snelheid voorin. Heeft Paris ook wel snelheid voorin, maar ja, als je tegen een Van Dijk staat of een Alexander-Arnold, dan heb je niet heel veel aan je snelheid. Nee, misschien niet. Maar goed, zo'n Neymar, Mbappé en Cavani, dat is natuurlijk... Ja. Als je heel snel, heel goed voorin kan rondtikken, is PSG perfect. Maar ja, voor sommigen is het misschien de verkeerde keuze geweest. Ja, dat denk ik. Een penalty? Wow. We krijgen een pingel. Ik had hem niet gegeven, maar hier is dan de 1-0. Bal erin. Heel onverwachts wel, maar... En hij was er ineens. Max schiet hier de 1-0 binnen. Ik heb de overtreding niet echt goed kunnen zien, maar... Ik ook niet. Ik maar had hem denk ik niet gegeven. Het is niet aan ons. Nee. En het is ook op vlak voor rust. Mooi moment om te scoren. Ja, we gaan zien wat Floris nou hier tegenover gaat zetten. Ja. We kunnen meteen thee gaan drinken. Ja. Ja, dat is een mooi moment om te scoren natuurlijk. En nou... het is niet per se dat Floris dit potje al alles of niets moet geven, maar ja, je begint wel een volgend potje wel een achterstand als hij zo blijft. Ja, ja, het is even de bal bij hem. Maar goed, hij heeft nog drie helften over, hè. Dus we kunnen nog gewoon steeds zeggen dat het nog gelijk opgaand is. Zoveel kansen hebben ze bijna niet gehad. Ik heb twee goede kansen voor Liverpool ook gezien. Stijn dus zegt... jammer dat we El Geffels niet kunnen aanschouwen in de halve finale. Wie? Stijn. Ja, Stijn. Die wint één potje in de laatste minuut. En meteen, je ziet het, hè. Meteen heeft hij een grote mond. Hij stond met 1-0 voor tot aan de laatste minuut. Toen scoorde hij de 9-0. Ja, we zijn weer aan de gang. Terwijl, zoals we van de eerste helft al gewend zijn, Barça vooral aan de bal is. Ja, nou, het is wel een goede tactiek. Hè? Helemaal als je die 1-0 hebt, dan komen al die Cruyffiaanse gezegdes en spreekwoorden, die komen dan weer tevoorschijn. En zolang Barça die bal heeft, wordt het echt geen 1-1. Je ziet wel dat Liverpool al meer begint te happen, want ik zag net al een Mané voorbij vliegen en hij wil nou wel de bal graag hebben. Maar je ziet wel, hier bij de 16 is het meteen weer voorzichtiger. Rond die middenlijn durft hij te happen. Oh, en hier is de 2-2. Oh, en daar is hij. Antoine Griezmann. Ja, er zijn toch aanvallers ook bij Barça.
Speelt ja, en dan is het een zuur moment dit. Als je net voor rust achterkomt en nou die voorsprong ja. is verdubbeld, of achterstand nog eens verdubbeld wordt. Genadeloos. Hij zal nou wel moeten. Ja, dat is op zich wel zuur inderdaad, als je dan binnen 5 minuten ja, in principe 2-0 achter, ja, dat is wel helemaal tegen dit Barça, maar die veel balbezit heeft. Je hebt gewoon weinig tijd om daarvan te herstellen. Ja, en ik denk sowieso, als je iets terug wil doen, zal het in dit potje nog moeten doen, want het tweede potje kan Barça dan gewoon heel verdedigend gaan spelen. Ja, maar ook dat klopt, maar het heeft wel altijd een hele berg risico's wat de mensen ja, meebrengt. Maar ja, als jij 2-0 voor staat in een tweede pot, ja, ga je dan zelf... Maar hier is het wel, hè? Oh, dit zijn kansen. Hier wordt het verschil gemaakt, hè? Dit zijn ballen die er eigenlijk gewoon in moeten. Ja, en dan een niet zo heel goede corner. Kijken of er nog meer uitgehaald kan worden. Terwijl er hier rondgetikt wordt rond de 16. Een shot komt er wel, maar wordt geblokt. En dan mag Messi weer een sprintje gaan trekken. Ja, keer terug naar Semedo. Ja. Ja, het is we zoeken naar een gaatje en als hij er valt, is hij gewoon meteen gevaarlijk. Ja, en hij weet ook hoe het af te maken valt, hè? Ja. Hij weet waar de gaten zijn en waar je moet schieten. Het is niet dat Liverpool geen kans heeft gehad. Goed, het is er nog lang niet afgelopen. Weer een paar kappenwegen hier. En weer rondtikken. Nou, naar rechts, nee. Zelf ook erbij. Oh, een prachtige 3-0. Zo, deze draait hier heel mooi open. Zeer zeker. Oh. En het is weer een fantastische goal. Kan niet anders zeggen. Zo. En weer Griezmann. Ja, dit is een hele knappe. Ja. Ja, nou, gaan we weer verder. Dit is wel heel goed, hè? Ja, jij zei nog van tevoren, het zal allemaal dicht bij elkaar liggen. Ja, het potje is nog niet gespeeld, maar... Nee, zeer zeker. En het is ook zo... Kijk, de nuances die maken het verschil. Hij schiet ze binnen. Ik zag het zo laat. Hier is 3-1. Oh! Antwoord. Goed antwoord. Zo. En wel lekker in de kruising, hoor. Ja, ik wou net nog gaan zeggen, Floris zit flink in de problemen inderdaad na de eerste pot, maar ja, je moet toch ergens die aansluiting maken. Zeer zeker. En hij heeft hem nog pakken. En je kan hem beter hier maken dan in de volgende pot, lijkt mij. Dat is helemaal waar. 2 goals verschil. Nou, gaan we weer op zoek. Ja. Als je daar voorbij was, had hij hem lekker kunnen steken op Messi, maar... Er zit nog een Robertson in de weg. Nou, natuurlijk wil Max Peters weer de voorsprong vergroten. Zichzelf zo min mogelijk in de problemen helpen. Ik zie dat hij hier een pauze in de wachtrij heeft gezet. Dus hij gaat wisselen. Een tactiek. En dan gaan we kijken wat voor tactiek hij gaat wisselen. Oh, Liverpool wordt gevaarlijker en hier is het 3-2. Oh. Ja, zeer zeker. En hij is weer helemaal terug nu, hè? Ja, de spanning zit er nou weer dik in. Met nog een wedstrijd te gaan. Ja. Ja, ineens vallen de gaten perfect voor Floris. En kan hij er 2 binnenprikken met Firmino. Ja. Ik heb niet precies gezien wat de wissel nou was van Barça. Gaat ons ook in principe weinig aan, want er is gewijzigd. Fati voor Suarez, dus aanvallertje eraf. Oké, okay, ja. Ja, heeft hij misschien toch al op start gedrukt. Als hij denkt, ik hou die 2 goals. Ja. Goed, nu is er nog steeds 1 goal wat hij in... Ja, het is nou niet heel makkelijk meer je voorsprong gaan uitverdedigen. Nee, er is wel een voorsprong, maar... Er hangt risico aan. Als je hier een mooie voorzet kan geven. Ja, Messi is wel klein, maar. Oh, hier meteen weer een onderschepping van Frenkie. God. Ik zie wel af en toe meer rust in situaties. Bij sommige situaties zou ik hem denk ik sneller naar voren spelen. Maar hier wordt er een goede keuze gemaakt om terug te kappen en weer terug te leggen. En... Het lijkt erop dat Liverpool meer grip krijgt, hè? Ja, ja. Kunnen happen. Steeds gevaarlijker. En Barça, ja. Veel vooral de bal, dus ik zie dat ik
Max meer begint te happen. Ja. Het is de tweede helft, de balbezit ligt wat meer gelijk dan die eerste. Komt er weer een mooie combinatie. Oh, het is, oh, oh, zeg, het is 3-3, maar... Er zijn veel kansen hoor. Liverpool heeft er veel gehad. Ja, Liverpool wordt steeds gevaarlijker. Er zitten een paar mooie draaien bij, mooie kappen weer. Oh, dit is een fout van Piqué. Ja. Wordt niet afgestraft. Maar het is krap daar aan de helft van Barça. De ruimtes zijn kleiner geworden. Liverpool zit er meer op. Gaat hier weer een tegenstoot komen? Nee, Liverpool mag weer. Weer een keer gas gaan geven. Hier is Salah. Maar, Salah mag vaak 1 tegen 1 komen. Ja, fysiek gaat hij dat niet winnen tegen Piqué. Sowieso heeft hij het niet zo heel erg met Spaanse centrale verdedigers, heb ik het gevoel. Na een Champions League finale van 2018. Oh ja. Judo worpen en dat soort dingen. En dan zit de eerste pot zit erop. Ja, een 3-2 uitslag. Toch een finale. Kan niet anders zijn. Toch een uitslag die dan wel verwacht was dat het dicht bij elkaar zou liggen. Ja. Met een daarop aangetekend dat er ook nog een aantal kansen voor Liverpool zijn geweest die er ook zeker in hadden kunnen gaan. Ja, zeker. Zullen we eens even... Ja. Kleine tactische aanpassingen. Ja. Ja, het is wel een verloop naar verwachting. Dat zeker. Ja, het is nog lang niet gedaan. 1 goal verschil, nog een hele wedstrijd. Ik ben heel benieuwd. Ja, zeker. Verrassende goals ook, hè? Echt fantastische goals van beide kanten. Ja, een mooie comeback kan ik denk wel zeggen van Floris. Ja, klopt. En Max ook fantastisch met Griezmann. 2 keer min of meer dezelfde goal. Ja, goed, die tweede was wel mooier. Hè? Ik vond de tweede wel mooier. Ja, maar in principe was het dezelfde truc. Ja, dat wel. Maar mooiere uitvoering. Ja, dat is inderdaad. Ja, ze staan weer klaar, dus we kunnen weer gaan schakelen. Kijk, kunnen we weer beginnen. Remco zit er vlot in vandaag. En dan gaan we hard op weg naar onze eerste finalisten te weten te komen vandaag. Ja, daar is te hopen. Hey Luca, wat is de regel als het als Liverpool met 1 goal verschil wint? Ja, dan wordt er een derde pot gespeeld natuurlijk. Kijk. Dan ga ik chips halen en bier en dan ga ik het eventjes op mijn gemak. Nou, vandaag, nou spelen we op het mooie Anfield. Ik heb maar expres mijn Liverpool shirtje niet aangedaan nu, want dan had ik weer partij gekozen. Vanochtend toen ik jou zag trainen, dacht ik al dat je een voorkeur had. Ja, voor vandaag en morgen dan, hè? Ja, precies. Ja. Ik zal er niks van zeggen. Wij als neutrale commentatoren... Het scheelt dat er geen Dortmunds in zaten. Ja, dat is, ja, eentje. Eentje, ja. Dat is niet onver gekomen. Ja, daar snap ik niks van. En één München, die is ook niet gekomen. Ik wou net zeggen, die Duitse ploeg is allemaal niet zo ver gekomen. Ja, inderdaad. Die München was ook niet, dat was ook geen succes. Nee, dat was niks. We zien dat Floris meteen meer druk zet hier. Ja, en je gaat hem meteen weer. Hij zal moeten, het staat in principe 3-2. Het staat hier nou niet zo mooi in beeld als bij de Champions League en zo. Maar Liverpool neemt over. Ik kan hè. En gaan we voor de counter. Hoge paas misschien op Salah. Nee, laag. Is hij sneller bij die bal? Oeh. Ik wou zeggen, Piqué gaat dood, maar hij staat er weer. Ja, dat dacht ik ook heel even. Maar dat is mak van de scheids. En als het mak van de scheids, dan is het gewoon geworden. Ik dacht al, het zou extreem lullig zijn als je centrale verdediger in de eerste 10 minuten uitvalt. Maar ja. Hier weer steken. Maar nee, loopt weer vast op Piqué. Of is dat Langlet? Nee, dat is Langlet. Sorry. Lang weer. Oeh, gevaarlijk paasje.
Maar staat er weer meteen een Fransman bovenop. Een Fransman? Een Fransman. Speelt meer door op de volgende Fransman. Ja, inderdaad. Morgen zien we nog meer Fransmannen. Ja, nog een Fransman. Ja, je hebt er drie hier. Ja, ze zijn ook niet voor niks wereldkampioen geworden. Nee. We hebben een aantal lekkere spelers ertussen zitten nog. Ja, zeker. Hier staat Liverpool weer. Oh, en nou is het helemaal gelijk. Het ligt er helemaal open. 3-3 staat het. Mané scoorde met een mooie goal weer. Ja, en hij was weer helemaal uitgespeeld, hè? Bij deze stand gaan we een derde pot krijgen. Ja. Ja, zo sta je met 3-0 voor en zo staat het ook weer 3-3. Ja. Ik kan me inderdaad herinneren dat Liverpool dat eerder heeft gedaan tegen AC Milan in de finale. Een comeback gemaakt. Ja, en ook van 3-0 naar 3-3. Ja, van vorig jaar was hij nog mooier. Tegen Barcelona. Ja, goed. Met de twee goals van Gini en... Ja. Die geweldige corner, die niemand ooit meer gaat vergeten. Ja, dat klopt, ja. Dat heb ik wel slim gezien. Meteen terugroepen. Ja. Het zijn mooie dingen, ja. Nou, gaan we hier op zoek naar de 4-3. Hij is er voorbij. Hij gaat schieten. Hij is er voorbij. Save de boel weer. Ja, goed gedaan, hoor. Ik dacht dat hij er voorbij was. Ja, het is zo weer goed spannend. Waar Floris eerst bijna afgeschreven was in het eerste potje, is hij meteen weer opgestaan om de boel van ja, te maken. Ja, zeker. Alive and kicking. Yes. Letterlijk. Oeh, links de ruimte. Oeh, hij geeft hem niet. Wat dat betreft is het op Anfield Road waarschijnlijk makkelijker voetballen dan in Nou Camp. Een buitenspelletje hier. Ja, hoort er allemaal bij. Nou, ik zie dat Max iets meer de rust wil gaan bewaren, volgens mij. Ja, temporiseert weer zoals hij dat in het begin ook deed. Ja, want hoe die net het potje begon was het meer een beetje rustje, maar ja, het werkt niet. Toch naar iets anders op zoek. Oh, ja, maar goed, Liverpool die krijgt daar grip op, hè, op die beweging voorin. Ja, maar het is ook wel een beetje iedere keer hetzelfde. Het is draaien en dan schieten. Ja, precies. Dat bedoel ik. Liverpool die heeft nog grip. Oh, open ruimte! Oh, en ja, hij staat voor. Dat is weer een goal. De comeback is volmaakt als hij het zo houdt. Ja, zeer zeker waar. Max zal één goal moeten maken om een derde wedstrijd in zicht te houden of twee om gewoon de pot te beslissen. Wat een finale. Maar het staat wel toe in staat, hè? Ja. Het is wel gewoon een... Het staat 4-3 nu. Ja. Terwijl Barca weer voorin open komt, maar hier weer het open draaien. En dan staat Robertson gewoon klaar om die bal mee te nemen, natuurlijk. Ja, zie. Ja, als je te veel hetzelfde doet, dan gaat het ook niet meer werken, hè? Oeh, dat is het te laat als buitenspel. Buitenspel, denk ik. Als je hem eerder had gegeven, dan ja. had hij een goede kans op kunnen geven. Ja. Nou, weer naar voren. Volgens mij spelen ze beide met bijna dezelfde opstelling als die eerste pot. Ik heb er niet echt heel erg veel op gelet, maar ik zie weinig verschillen. Ik denk dat er meer in de tactiek veranderd is dan in de opstelling. Ja, dat denk ik ook. Aparte overtreding hier. Goed, de vrije trap die mag er zijn. Drie man achter de bal, maar dat gaat niet geschoten worden, denk ik. Overstapje. Oh, Suarez stond er ook nog bij. Vier aanvallers achter de bal. Ja, Frenkie niet heel technisch begaafd in de kleine ruimte daar. Nee, dan moet ik zeggen, Frenkie die gaat het verschil natuurlijk niet maken. Nee, misschien een assist, maar niet qua goals, denk ik. Nee, daarvoor heb je Messi en Suarez en Griezmann nodig. Ja, het ligt een beetje aan de tactiek, want als ik met Liverpool speel, is bij mij Gini toch wel een bepalende man. Maar... Ja, bij mij was het altijd op een of andere manier Kimi. Op een of andere manier stond hij er altijd.
Ja, dat was afgelopen dinsdag ook. Ja, dat klopt, ja. Toen wilde je toch naar Lewandowski iets te kijken. Ja. Muur. Ze hebben goed, dit is natuurlijk een ander niveau. Richting 16 van Floris. Ja, maar goed, daar staat Virgil. Daar kom je niet zomaar voorbij. Het is weer tijd voor thee. Koffie. Tijd voor thee. Zijn 3/4 op weg voor naar de eerste finalist. Ik zag hier net al dat Liverpool 35% balbezit heeft. Ja. En toch voorstaan, hè? Nou ja, dat is wat ik zeg. Die Spaanse ploeg tegen de Italiaanse ploeg. De Italiaanse ploegen hebben nooit veel balbezit. Maar ja. die weten gewoon waar het te halen valt. Het doet me een beetje denken aan die statistieken van die wedstrijd van Celtic tegen Barcelona. Ja, ze won Celtic met 1-0. Ja, en dan zag je die statistieken. Barca 80% balbezit en 21 schoten op doel of zo. Hier Barca, maar ja, hij schiet te laat. Dan, ja, ik dacht ook dat die klopt, ja. Anders, en ik dacht dat hij voorbij was al. Had de verdediging van Liverpool niks meer te zeggen, behalve Becker misschien. Maar... ja, hier in de omschakeling. Voor mij mag Max nog een keer scoren, want ik vind het allemaal prima. Het is best leuk om maar te kijken. Ja. Ik ben wel klaar voor nog een wedstrijd. Nou, Max heeft je gehoord, hij gaat meteen weer de aanval opzoeken. Ja, heeft hij goed gedaan. Weer terugkappen, naar rechts. Naar voren, naar links. Volgens mij hebben ze daar een liedje over gemaakt, hè? Wat? Van voren naar achter. Naar achter, van links naar rechts. Ja, dit is te veel breien, hè? Dit werkt volgens mij echt nooit. Dan is het op een gegeven moment ook te druk met rode shirt. Ja. Oh, hij krijgt goed veel ruimte. En die hoef je Arnold niet te geven hier, want die kan een prima schot of voorzet geven. Hier is Gini op Mané, Salah kap terug, Salah schiet, geblokt. Dat was wel een mooie actie weer, hoor. Zeker. Een gevaarlijke bal. En meteen de tegenstoot van Barça, die hem weer terugkapt op de halve, op de helft van het veld. Ze moeten ook, hè? Ja, tuurlijk. Met nog een klein half uurtje op de virtuele klok. Waar Liverpool weer over heeft. Ik zie dat Barcelona weer een pauze in de wachtrij heeft gesmeten. Dus we gaan zien wat die gaat veranderen. Het zal zeker een aanvallende worden. Ja. Kan niet anders. Maar goed. Dan gaan er ook meer ruimtes komen voor Liverpool. Ja, en we hebben gezien dat die daar wel raad mee weten. Oeh, daar komt hij. Terugkappen weer. Hakjes. Gini. Mané. Ja, we hebben een aanval. En de bal goed kwijt. Ja, het zijn toch flitsende acties die je hier af en toe ziet. Ja, zeker. Die hier al meteen gevaarlijk uitzien. Het is weer wel leuk om maar te kijken. Salah. De pot is denk ik beslist. 2 doelpunten voor. Ik denk het. Ik denk dat dit wel eens een genadeklap zou kunnen zijn. Wat een comeback van 3-0 achter naar 2 doelpunten voorkomen in 2 potjes tijd. Het staat nu dus 3-5 voor Floris. En zoals we hier zien gaat Max alles naar voren. Oh, nee. Ja, het is, je hebt niks meer te verliezen. Je moet nu... Nee, helemaal waar. Helemaal waar. Hij moet wel. Hoe snel hun die tactico? Ik ben net pas een beetje gaan kijken laatst naar tactico. Maar als je ziet hoe snel hun die tactieken veranderen, jongen. Ja, die weten waar het zit. Daarom staan zij daar, hè. Suarez gaat eraf. En dan komt Fati weer in de ploeg. Fati. Nou, we gaan kijken of Max nog iets kan betekenen in deze pot. Ja, we hebben eerder iemand afgeschreven. Ja. En nu staat er 3 voor hem. Op de rand van de afgrond hier. Ja. Maar hij zoekt weer de aanval. Hij heeft veel balbezit, dus hij moet makkelijk bij de 16 kunnen komen, lijkt mij. Maar misschien iets andere keuzes maken in het afronden hier. Daar zijn we weer. Gomez die hem overneemt daar. Anders had het gevaarlijk kunnen worden. En Liverpool die meteen gebruik maakt van het aanvallende stijl van Barça. Ja, en die kunnen dat goed, hè. Hij doet dat echt fantastisch goed. Die, als hij eenmaal ruimte heeft, dan houdt hij die tempo in die aanvallen. Goede redding van Ter Stegen. Houdt de club nog redelijk levend hier.
voor wat er nog leeft. En hier is Griezmann weer, maar die verliest hem weer. Duurt af en toe te lang, af en toe moet het sneller. Ja, maar je speelt ook tegen een verdediging die daarop is ingesteld. Ja, ja, ja. Als je daar twee fantastische verdedigers op staan, net zoals Liverpool heeft, ja, dan is het heel moeilijk om daar de 1 tegen 1 duel te winnen. Ja, ja, zeker. Oeh, hier Griezmann. Griezmann open, schieten, oeh, schieten. Ja, ja, ja. Nog 1 doelpuntje verschil. Ja. Heeft die tactiek toch nog gewerkt misschien? En nog een kwartier te spelen. Het staat 4-5 bij een goal van Barcelona. Gaan we naar een derde pot kijken. Ja, het zijn wel echt gave wedstrijden hoor. Allebei kunnen ze echt FIFA spelen. Ik snap wel dat zij hier staan. Oh, daar gaan we. Niet buitenspel. Terugkappen. Nou loop je hem een beetje vast. Voorzetje. Nee, gewoon laag paas elke keer. Ik heb volgens mij nog amper voorzetten gezien. Open draaien. Nee, ze doen niet aan voorzetten. Hier weer een fout van Arnold. Frenkie de Jong. Gaat hij toch beslist zijn? Nee, Fabinho neemt over. En hier dan een 3 tegen 2. Hier is weer die aanval. Hier is weer die snelheid in die aanval. Daar spel. Mané. Oeh, weer een goede redding. Ik denk hier gaat hij. Ik denk dit wordt de beslissing. Ja, een 3 tegen 2 situatie. Het had hier beslist moeten worden. Maar ter steek houdt Barcelona in leven. Hakje, nee, gewoon doorpassen. Geen goede paas weer. Het is toch in die afrondende fase met de laatste paasje of het schot is het steeds net niet. En hier, en hier is weer die aanval van. Daar ging iemand voor rood. Ja, en daar gaat het. Daar wordt het beslist hoor. Er moet hier 2 keer 7 minuten gescoord gaan worden om een derde pot te kunnen zien. Maar zo te zien. Klein dansje. Geen social distance. Nee, dat hebben ze in principe. Maar ik zou er ook doen. Ik zou ook een dansje doen als ik de beslissende treffer zou scoren in de halve finale. Ja, ja, ja. Wat een pot zeg. Ja, nou. Het is wel echt een hele mooie pot geweest. Het ligt zo dicht bij elkaar zie je in deze pot. Alleen wanneer de ander risico moet gaan nemen, dan gaat het gewoon op uitslag het verschil. Ja, helemaal. Dat Liverpool dat kan natuurlijk super goed counteren. Hè? Als ik kijk hoe zij die counters inzetten. En je hoeft ja, als je counter niet afmaakt, hoef je ook geen zorgen te maken met die verdediging die erachter staat. Dus, ja, precies. Niet normaal. Die backs zijn allebei zo terug, want die Arnold, die Trent Alexander-Arnold is zo snel. En dan, ik wou zeggen, gaat hij de wedstrijd helemaal op slot gooien, maar ter stegen pak nog. Ja, ik dacht ook wel dat we ons gingen opmaken voor het balbezit is voor Max, maar de kansen zijn echt voor Floris, die echt geweldig staat te schieten hier. Hij had er denk ik wel meer kunnen maken, maar het ziet er elke keer gevaarlijk uit als hij in de 16 komt. Daar in ieder geval wel. Zeker wel. De kans bestaat dus dat Krijn en Floris elkaar weer gaan ontmoeten in de finale. Maar dat zien we natuurlijk morgen. Ja, daarvoor heeft Krijn nog af te rekenen met Robin eerst. Ja. Mag Liverpool wel weer aan de slag. En dan zit de pot erop. Zo. Ja. Hebben we de eerste finalist. Een uitslag van 4-6 voor Floris. En ja, is de eerste finalist bekend natuurlijk. Ja. Nou, van harte gefeliciteerd Floris. Ja, Max zien we wel in de troostfinale voor de derde prijs. Dat sowieso. Dus derde prijs, een Unitas pakket. Ja. Nog steeds een mooie prijs, maar goed, het is natuurlijk altijd een teleurstelling als je verliest. Ja, ja, zeker. Je zou liever in de finale staan. Maar het is gewoon een mooie prijs. Derde worden is ook niet slecht. In een toernooi van hoeveel spelers hadden we? 52? 54 in het begin. 54, ja. Van 54 naar de laatste 4. Dat is op zich, laat je er toch 50 achter je. Ja, zeker. Waaronder wij, Luca? Ja, ik ben wel iets verder gekomen dan jij. Ja. De 1 ronde. En toen werd ik afgeslacht door Robin Veldman, die we morgen gaan zien in de pot tegen Krijn Liefting. Ja, dus, nou, daar ben ik ook benieuwd naar. Laten we deze maar even afsluiten. Ja, we gaan hem afsluiten. Nog ik. Ga jij het interviewen deze, hè? Jij zou deze interviewen, hè? Ja, die heb ik ook al klaarstaan, dus... Maar die kijk. Komt nee, maar ik wil naar de hand. Nu. Oh, ja, ja. Ik
komt goed. Heel goed. Nou, iedereen bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er weer om 2 uur met de anderhalve finale om de finales compleet te maken.